22 in Dutch. Mannen, broeders en vaders, wat mean veran twatink, die ik tegen watik tot u donzal. Als ze nu hoorden dat hij in de Hebreeuws taal geen aansprak, hielden ze zich te meer stil, en hij zei, ik ben een Joodsman, in te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel, onderwezen naar de bescheidenst wies der waarlijk wet, ziend in ik verar gods, gelieke wies gij allen geden ziet. Die dezen weg verwoogd heb tot den dood, bindend in de gewankenissen overleverend, beiden mannen in vrouwen. Gelijk mij ook de hoge priester getwik is, in de geheel raad daar arlinken, van de welk ik ook brieven genomen hebben tot de broeders, ben naar Damascus gereisd om ook te kennen die daar waren, gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat ze gestraft zouden worden. Maar het geschied me, als ik reist in Damascus genacht, omtrent den middag, dat snelle kwiet den hemel in groet ligt me rondom omskien. En ik wil ter aard, en ik hoor een stem, tot me zekend, Saul, Saul, wat verwoogt gij me? En ik antwoord, wie ziet gij hier? En gij zeid tot me, ik ben Jezus, de Nazarener, welken gij verwoogt. En die met me waren, zaken wel gek liet, en werden zeer bevriest, maar de stem des kennen, die tot me sprak, hoorden ze niet. En ik zeid, hier, wat zal ik doen? En de heer zeid tot me, sta op, en ga heen naar Damascus, en al daar zal met u gesproken worden, van al hetkeen u herneerd is te doen. En als ik van wik de heerlijkheid deszelven lijkt niet zak, zo werd ik bij de gaan geleid van de kennen, die met me waren, en kwam te Damascus. En in de keer Ananias, in godvruchtig man naar de wet, goed getwikkenis hebben van el de Joden, die daar woonden, kwam tot me, in bich me stand, zeid tot me, sa broeder, woord verder ziend, in terzelfde oorwerd ik ziend op hem. En gij zeid, de God onze waren geeft u te worden, verordeneerd, om zijn wil te kennen, en den rechtvaardig te zien, en de stem uit
zien monte horen. Want gij zult hem getwik zien bij al mensen. Van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat betoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepend den naam des Heren. En het gebeurt mij, als ik te Jeruzalem weder gekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was, en dat ik hem zag, en gij tot mij zeid, spoed u, en ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zeid, hier, zij weten dat ik in de gevangenis werp, en in de synagogen gezeld, die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus, u getwik vergoten werd, dat ik daar ook wie stond. En met een welbachen haar in zien doet. En de klederen bewaard der kennen, die hem doen. En gij zeid tot mij, ga heen, want ik zal u wel tot de heidenen afzenden. Zij hoorden hem nu tot dit woord toe. En zij vergeven hun stem, zeggend, weg van de aard met zulken, want het is niet behoorlijk dat gij leeft. En als zij riepen in de klederen van zich smetten, in stof in de lucht wierpen. Zo bevel de overst dat men hem in de legerplaats zou brengen, in zeed dat men hem met gezellen onderzoeken zou, opdat gij verstaan mocht, om wat o zak zij alzo over hem riepen. En alzo zij hem met de riemen goed trekten, zeid Paulus tot den hoofdman over 100, die daar stond, is het u lieden geloofd in Romeinsen mens, en dien onveroordeeld te gezellen? Als nu de hoofdman over 100 dat hoort, ging hij toe, in boodschap het den overst, zekend, zie wat gij te doen hebt, want des mens is in Romein. En de overst kwam toe, en zeid tot hem, zeg me, ziet gij in Romein? En gij zeid, ja. En de overst antwoord, ik heb dit verkrekt voor een groot som gelds verkrekken. En Paulus zeid, maar ik ben ook een burger geboren. Terstond dan lieten zij van hem af, die hem zouden onderzocht hebben. En de overst werd ook bevriest, toen gij verstond, dat gij een Romein was, en dat gij hem had gebonden. En des anderen dags willen de zekerheid wetten,
waarom gewaan de zoon beschuldigd werd. Macht gij hem los van de banden in beval, dat de overpriesters in hun geheel raad zouden komen, in palace afgebracht hebbende, stelde gij hem voor hen.